heine. Oh. Moet je het kleedje even opzij doen? Wat is het? Ja, dat komt zo. Moet je eigenlijk maar heel even vergeten zo, dat er is. Oh, oké, vergeten. Zo. Ja? Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Ja? Ik heb een baby. Ja, dat weet ik. Ja, leuk hè? Een meisje. Een meisje is het, ach, ze is zo leuk. Ja? Ja, ze is zo leuk. De au pair is even bij me. En hoe heet ze ook alweer? Rosalie. Rosalie. Ja. Je weet dat BNN een probleem heeft met vrouwen. Wat heeft BNN voor probleem met vrouwen dan? Alles. Wat is het probleem dan? Nou, wij krijgen op maandag krijgen we altijd die uitsplitsing, hè? Weet ja. Je? En dan kijk alleen maar mannen. Nee, maar dat begrijp ik wel. Ik begrijp niet. Nou, ik moet ook kijken, want mijn vriend vindt dat toevallig leuk om te zien. Maar dan zit ik ook te kijken. En die hoe heet die? Eddie Zoe en Luttewild. Die zien er wat viezig uit, allebei. Ik wil dat je dat nog even verkeer. Nee, dan komt het niet uit mijn mond. Waarom zeg jij dat? Ze zien er wat viezig uit. Nou, ze presenteren hartstikke leuk, maar dan zit ik te kijken. En dan hebben ze allebei een beetje van die lichte flasjes hangen. Want het is niet eens een echte baard. Het is een beetje flas. En dan denk ik, scheer je dan als je gaat presenteren? En doe even een poedertje op je gezicht. Die Eddie vooral, die is zo bleek. En dan doet hij ook nog zo'n oranje jas aan. Dan denk ik, ja, dat is het niet. En Ruud is altijd in het zwart, die is heel lang. Maar dan loopt hij alsof hij kleiner is. Dan heeft hij zijn schouders naar voren zo. Gaan we door. Dat is toch zo? Dan denk ik, doe die schouders dan naar achter. En, nou ja, en dan zit ik te kijken en denk, doe iets fleurigs aan. Doe iets aan wat eruit ziet alsof het niet stinkt. Dat. Nou, ik denk dat het probleem is. En misschien moet je wat meer doen met baby's. Ik kan ze natuurlijk niet afvallen, hè, nu die Ruud en die Eddie. Nee, dat dus weet ik. Even voor het gevoel. Ik moet even iets over zeggen. Ja. Van Irene, dat valt best wel mee. Ruud vooral, die is heel vrouwenvriendelijk. Ja? Mijn kind huilt, wat erg. Mag ik er even aan? Ja, doe het maar even. De baby. Ik moet er nu toch een beetje naartoe gaan praten. Ah, schatje. Wat zouden we meer moeten doen bij BNN? Misschien moet je hem toch even vasthouden en moet je kijken of dat werkt, het plaatje. Heel even dan. Ja, probeer het even. Voorzichtig, het is zwaar, hè? Het is een baby. Voorzichtig. Oh, dit voelt gelijk heel soepel aan. Voorzichtig. Ja. Oh. Zie je? Niks aan de hand. Nou, ik denk echt, vrouwen smelten nu. Ga door. Je moet meer doen nu. Je moet het nu pakken. Maar nu moet ik iets doen van luierverwisseling 15 seconden of zo. Deze is net schoon, je hebt mazzel. Gaat het goed? Ja, het gaat goed. Oh. Nou zeg, je hebt echt weer zo'n man. En meteen weer teruggeven. Ja, hier, het gaat echt door hoor. Ja, maar je hebt hoor. Ook een beetje raar vast. Oh, kijk naar de gang. Ja, dat heb ik weer gedaan. Ik doe niks. Hier. Ja. Ik mag het niet zeggen, maar ik begin een beetje begrip te krijgen voor zo'n au pair. Warmte, zeg maar. Ja, die warmte. En maar toch deed het heel leuk. Jij met een baby was al heel leuk. Ja, maar ik wil meer. Wat wil je nog meer dan? Nou, kijk, warmte uit... Dit is best wel lastig. Warmte, uitstraling, gevoel. Kijk. Het moet seks uitstralen. En dat vind ik weer... Jawel, nee. Dat vinden vrouwen lekker. Als ik naar IR kijk en ik zie... Oh, dat vind je lekker? Nou, ik vind die George Clooney, dan loopt hij daar... Dan denk ik, ja, die man die straalt seks uit. Kijk, we weten alles van je. Ja. Kind, telekids, dat je verhouding hebt gehad met Carla Boshart. Iedereen, we weten het allemaal. En bij heel veel mannen, Irene Moorspoel, oh, dat is er... Ik wil eigenlijk maar één ding van je weten. Oh mijn god. Ja. Wat is het dan? Hoe je zoemt. Wij? Ja. Dat is het enige. Kijk. Hallo? Met de tong ook? Nou, kijk. Nee. Kijk, zover was ik nog niet. Kijk, ik heb alles bij me voor het geval. Je denkt van, nou, wacht even. Nee, dat is deodorant. Maar wat denk je dan? Waarom wil je het eigenlijk weten?
Ja, ik ben daar toch benieuwd naar. Kijk, we weten alles, maar dat weet ik niet. Ik ben er helemaal nerveus van. Nou, oké. <okay. lacht> Nee, je moet niet me opwinden of zo. Nee, maar je kan je ogen dicht doen en denk aan George Clooney. Nou, ik denk dat we het gewoon maar moeten doen. Nou, we hebben dan even het gehad. Dit is echt zo raar. Oké, okay, komt die, hè? Bottenbluffel. Hm. Ja, hoe is dat dan? Nou, een beetje langzaam. Oké. Okay. Wil je mijn TikTok? Wil je mijn TikTok? Ja, dat is goed. Komt ie, hoor. Ja, ze wel alle drie. Ja. Sorry, ik was niet aan het zoenen. Ik was heel druk met de TikTok. Kijk wel. Komt ie, hè? Moet het nou nog een keer? Ja. Jezus. Nou, oh, Irene. Oh, Bart.